Hi allemaal, vandaag laat ik jullie mijn avondroutine zien en dus wat ik allemaal doe op het moment dat ik thuis kom van een dagje werken. Vaak werk ik bij Larissa thuis omdat zij gewoon een lekkere lichte en ruime ruimte heeft en daar kunnen wij gewoon het beste video's opnemen en foto's maken. Het eerste wat ik doe als ik binnenkom is Sylvester eventjes knuffelen. Wist je trouwens dat hij al 18 jaar oud is? En ik vind het zo gezellig dat hij altijd eventjes naar de deur toe komt lopen als ik thuis kom. Omdat ik vaak rond etenstijd thuis kom, dan geef ik hem meteen eventjes wat te eten, want hij kan echt niet wachten op zijn natvoer zoals je kunt zien. Daarna loop ik naar de huiskamer toe en plof ik op de bank en trek ik ook meteen eventjes mijn schoenen uit, want dit is heel eventjes mijn relax momentje. Ik check altijd eventjes al mijn appjes, eventueel nog wat mailtjes en natuurlijk ook social media. Volg je ons trouwens al op Instagram? Mijn username is Tara Verbon en die van Larissa is Larissa Verbon. Ook hebben we nog een gezamenlijk account, EndlessWeekend.nl, waar we elke dag weer updates geven. Nadat ik heb gechilled op de bank, loop ik eventjes naar de badkamer en deze bevindt zich in mijn slaapkamer. Ik vind het altijd heerlijk om mijn make-up er meteen af te halen aan het einde van de dag, omdat mijn huid toch een klein beetje vettig aanvoelt. En hiervoor gebruik ik de Clinique 2-in-1 Cleansing Micellar Gel plus Light Make-up Remover. En dit is echt een super fijn product, want het is eigenlijk gewoon een gel die je zonder water kunt gebruiken. Je kunt het gewoon aanbrengen op je gezicht, je maakt wat hondenbewegingen en daarna veeg je het met een doekje er helemaal vanaf. Mijn oogmake-up verwijder ik met dezelfde gel, maar dan gebruik ik het op een watje. En zoals je ziet is mijn make-up in een paar vegen zo verwijderd. Als tweede stap gebruik ik de Clarifying Lotion van Clinique. En dit is een exfoliërende lotion die mijn huid extra zacht en glowy maakt. Hierna smeer ik mijn gezicht in met de Clinique Moisture Surge Extended Thirst Relief. En dit is een gelcreme die super snel intrekt en dan maakt mijn huid lekker zacht. Ook zorgt deze ervoor dat mijn huid goed gehydrateerd is en er elke dag gezond en glowy uitziet. Dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Aangezien ik toch niet meer de deur uit ga, trek ik een comfortabele joggingbroek aan en begin ik met het avondeten. Ik woon samen met mijn vriend, maar hij at niet thuis deze avond en daarom kook ik maar voor één persoon en ook een beetje simpel. Ik bak een hamburger in een pan, ik grill wat zoete aardappel tussen de grill en verder maak ik er een simpele salade bij. Daarna plof ik weer op de bank omdat ik daar het liefst eet als ik in mijn eentje ben, gezellig met Sylvester naast me. Na het avondeten is het tijd om te relaxen en daarom zet ik een kopje thee. Het liefst groene thee en ook nog losse thee. Ook breng ik soms nog wel eens een maskertje aan. Het fijne aan deze Moisture Surge Gel Creme van Clinique is dat je hem ook als een maskertje kunt gebruiken door deze wat dikker aan te brengen op de huid en hem 5 minuten in te laten trekken. Dit zorgt echt voor een hydraterende boost aan je huid en het werkt super fijn en ook nog eens heel erg makkelijk. Als ik mijn serie heb uitgekeken, dan maak ik aan het einde van de dag ook altijd nog een to-do-list voor de dag erop, zodat ik op die manier mijn hoofd een beetje kan legen. En dan heb ik iets meer rust en kan ik makkelijker in slaap komen. Daarna is het tijd om mijn tanden te poetsen en om in bed te kruipen. Heel erg bedankt voor het kijken naar mijn avondroutine. Vergeet deze video niet een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende video. Oh. Stil! Don't do it! Nee! Nee! Zo! Nee! Stop! Stil!